Hallo mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Deze video gaan we lekker verder met Survival Island. En ja, hoe kan ik het jullie het beste uitleggen? Ik ben ziek. Echt super ziek. Ik ben super moe. Ik ben echt gewoon helemaal doorheen aan het gaan op het moment. Ik ben echt helemaal kapot. Ik heb gewoon echt geen energie meer over. Ik ben gewoon echt ziek. Ik ben verkouden. Ik heb keelpijn. En ik ben heel misselijk op het moment. Maar misschien denken jullie nu, joh, what the fuck, waarom neem je dan een video voor ons op? Ik bedoel, dat duurt er niet als je ziek bent. Normaal gesproken zou je dat niet doen, nee. Maar ja, ik ben Job en ik vind het gewoon super tof om video's te maken. Ook al ben ik ziek, ik wil toch nog even... Oh, ik ben zo verkouden. Ik wil toch nog even een video voor jullie opnemen. En ik ga toch echt mijn best om er toch nog een leuke video van te kunnen maken. Ik doe heel veel tv-geluid, zag, want ik heb echt kop aan de stering. Dus ik hoop ook echt dat jullie nu even het scherm kleiner willen maken. En even op dat like-knopje willen drukken. Want dan weet ik dat jullie bij me zijn. En weet ik dat jullie mijn sterkte wensen. En dan hoop ik dat jullie gewoon respect voor me hebben. Dat ik dit toch nog voor jullie doe. Ook al ben ik eigenlijk gewoon doodziek. Ja, mijn dag op school, ik heb vandaag tot 70 gehad, dat is tot 3:10. En vanochtend wou ik eigenlijk thuis blijven. Ik heb namelijk gisteren of vannacht maar 5 uurtjes kunnen slapen. Ik sliep namelijk pas om 2 uur, want de buren die waren super hard aan het praten. En ik ben heel erg geluidsgevoelig, dus ik sliep om 2 uur. En ik was al ziek, dus ik werd wakker met keelpijn, hoofdpijn, misselijk. Maar ik wou toch nog naar school, want ik wou toch gewoon even wat toetsen maken. Want ik had vandaag 3 toetsen en om die allemaal te moeten inhalen had ik gewoon pure zin. Dus ik dacht, weet je, fuck the shit, ik ga naar school. Mijn band was lek, dus ik heb heel hard moeten fietsen, dus ik ben super moe. En ja, ik ben nu thuis eindelijk en ik ben echt helemaal kapot. Dus ja, ik kan er vrij weinig gaan doen. Maar ik ben toch nog even voor jullie een video maken. Dus ik dacht ook van ja, fuck die shit, weet je. Het maakt me niet uit dat ik moe ben. Het maakt me niet uit dat ik ziek ben. Ik ga toch nog even een video voor jullie maken. Want ik vind het heel tof om video's voor jullie te maken. En nog steeds wil ik er de volle 100% vergeven deze episode. Misschien horen jullie het wel mijn stem dat ik misschien een beetje moe ben. Of dat ik een beetje helemaal kapot ben. Ook al vind ik het leuk dat ik een video moet maken. Maar deze episode gaan wij... Wat zouden we deze episode eigenlijk gaan doen? Minen, dat is wat we deze episode wouden gaan doen. Oh, mijn hoofd doet zozeer. Mijn hoofd doet zozeer, mensen. En toch maak ik een video voor jullie. Ik vind dat ik daar toch wel een beetje respect voor verdien, mensen. En ik ga over dat jullie me daar respect voor geven. Ik bedoel, heel veel mensen zouden zeggen, oh, fuck dat, weet je. Ik ben moe, ik heb hoofdpijn, ik ga geen video maken. Maar dat doe ik dus wel, want ik vind het leuk om video's te maken. En dan ga ik er ook niet mee stoppen, zodra ik een beetje moe ben. Daar heb ik gewoon schijt aan. Dus deze episode gaan we lekker verder waar we waren gebleven. En ik zou deze episode even gaan minen. En dat ga ik ook zeker weten doen. Pak ik even mijn bel voor. En dan ga ik eens even een mooie mine uitkiezen. En waarschijnlijk ga ik gewoon even een mine in mijn huis maken. Want dat vind ik wel het beste. En natuurlijk kan ik ook even een trapdoor gaan maken. Dat is in principe ook niet verkeerd. Oh, ik ben zo verkouden. Dat is echt heel erg fijn. Ik weet niet of jullie het kennen. Als je verkouden bent en je wil gaan slapen. En je hebt dan ook nog eens geluidsoverlast, zeg maar. Door de buren. Dan ben je echt. Dan word je zo geïrriteerd. Dat is echt ziek gewoon. Dan word je zo boos gewoon. En dat had ik dus gisteren. En ik was echt zo geïrriteerd op dat moment. Ik dacht echt van. Oh, fuck my life. Serieus, weet je. En er was internet. Was gisteren ook niet aan het meewerken. Nog steeds niet. Dus ik heb het echt even tegenzitten. Dus 500 likes. Dat zou mij dag weer helemaal tof maken. Of ja, 500. Ook al zijn het maar een paar likes, weet je. Die maken mij toch alweer helemaal blij. In ieder geval, ik ga dus even wat trapdoors maken. Die heb ik namelijk nodig. Dan ga ik die trapdoors namelijk even gaan gebruiken. Waarvoor ga ik die gebruiken? Die ga ik even ervoor gebruiken. Zodat ik makkelijk even mijn mine kan afdekken. Zodat ik er niet in ga. Dat lijkt me tenminste wel handig. Dat zal ik even doen. Even kijken, waar ga ik naartoe? Laat ik maar even een mooi plekje gaan uitzoeken. Zul ik het hier doen? Zit er een goed plekje? Ja, vast wel. Laat ik het hier maar gaan doen. Want daar heb ik namelijk de opslagkamer. En wil ik daar graag mijn bed hebben. Dan kan ik hier mijn mine hebben. Die hoeft maar heel erg klein te zijn namelijk. Ik moet natuurlijk wel eerst dat zand weg gaan halen. Hebben wij een schep bij ons? En dat hebben wij niet. Dat is kut. Dat is echt heel kut. Nou, dan doen we het maar even zonder schep. Hoppakee, dan gebruiken we gewoon de bel. Trapdoor, hè? Ja, dat is inderdaad waar. Een trapdoor. En ladders eigenlijk. Zou ook niet verkeerd zijn. Dus trapdoor en ladders. Oké, dat is handig. Hoppakee. Dus even kijken hoe we ladders kunnen maken. We hebben natuurlijk sticks voor nodig. Hebben we sticks? Niet erg veel, maar die maken we dan wel even. Ik wil namelijk een fucking... Ja, we hebben echt veel meer sticks. Ik wil namelijk een hele diepe mine gemaakt. Zo'n beetje tot het bedrock, weet je wel. Oh, mijn hoofd doet zozeer. Oh, man, ik ben zo ziek. Ik ben van plan om morgen thuis te blijven. Ik weet het niet zeker. Maar als ik morgen thuis ben, kan ik een beetje rustig gaan doen. Een beetje gaan PlayStation. Een beetje gaan chillen. Absoluut geen video's maken. Bedoel ik het namelijk niet zo hard. Ja, natuurlijk ga ik morgen wel video's maken. Maar dat doe ik dan niet gelijk de hele dag, weet je. Of ik moet morgen gewoon naar school gaan. Ik hoop dat ik naar school kan. Maar ja, als ik ziek ben, weet je, dan is dat kut. En ik hoop ook dat jullie als Doomer Gamer Army mij een beetje beterschap kunnen wensen. Misschien helpt dat, ik weet het niet. Ik heb geen flauw idee, mensen. Holy shit. Ik schrok me dood. Ho! Oh, dat is echt lucky. Dat is zo lucky, mensen. Ik wou net zeggen, maar de opties die op peaceful staan. Nee, dus niet. Anders zou dat monster natuurlijk niet aan ons toe komen, die creeper. In ieder geval, deze episode gaan we even lekker verder waar we gebleven gaan. Even de mine maken. Dat is natuurlijk hartstikke handig. En ik neem voor de zekerheid nog even deze dingen mee. Ik weet niet waar we voor me die kunnen gebruiken. Dus dan kunnen we die leuk om ons huis gaan neerzetten. Dat is misschien wel een leuk idee. Dus laten we dat even gaan doen. Om ons huisje. Hey, nice seat. Dat is ook handig. Zo. Zullen we dat voor ons huisje neerzetten? Misschien is dat wel leuk. Hoeveel hebben we er? 14. Dat is wel nice. Waar zullen we die gaan neerzetten, mensen? Jullie moeten in de comments zeggen waar ik die dingen moet gaan neerzetten. Zullen we eens gewoon even een beetje verspreiden rondom ons huisje? Gewoon hier zo. 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 In ieder geval, jullie moeten even in de comments zeggen. Hebben jullie nog een leuke challenge weten? Dan kan ik misschien de volgende episode bezig gaan met de...
De Wall of Fame. De Wall of Fame is eigenlijk gewoon een muur die ik maak in mijn huis. Waarbij ik gewoon allemaal signs plaat met namen van kijkers die gewoon heel erg trouw zijn. Jullie hoeven niet in de comments te vragen of jullie op de Wall of Fame mogen. Als je dat doet, kom je er niet op. Het is gewoon puur, ik ga een beetje nakijken. En als ik denk van, nee, die gast is echt trouw aan mij. En dat vind ik tof. Dan ja, dan kom je op de Wall of Fame. Dus ja, dat is een beetje hoe je op de Wall of Fame kan komen. Dus hoe gaan we dit doen? Zo. Hoppakee, lekker veel ladders. Hoppakee. Nog meer ladders. Oké, we hebben nu 42 ladders, wat niet genoeg is, maar ja. Het is iets, weet je. Het is iets. Dus laten we dat maar even gaan gebruiken. We gaan natuurlijk eerst even snel naar beneden. Kunnen we daar even de ladders op gaan doen. Oké, even kijken. Doen we hier de ladders aan deze kant? Of kan dat niet? Kan natuurlijk niet. Dan moeten we dit even weghalen. Zo. Dan kan het wel. En dan moeten we dit nog even vervangen door hout. Maar dat doen we later. Hoeveel hout hebben we nog? 2. Oké, awesome. Anders ziet het er ook weer zo kut uit, weet je wel. Zo. Zo, oké, awesome. Dan kunnen we hier even de ladders op doen. En ja, dat is helemaal mooi. Dan kunnen we hier makkelijk naar boven naar beneden gaan. Alleen, dit moet ook nog even van houden, maar dat doen we later wel. Eerst doen we dit namelijk even helemaal naar beneden. Dan kunnen we hier even mooi gemaakt. Ik hoop niet dat ik bij lava uitkom. Waarschijnlijk niet. De kans is heel erg klein. En dan minen we even dan naar beneden. Dit is wel de meest efficiënte manier om naar beneden te gaan. Heel veel mensen zeggen, je moet naar beneden minen. Dat is lava, papapapa. Boeit me gek. Oh, kijk eens aan mensen. Een mineshaft. Oh, dat had ik niet moeten zeggen. Mijn hoofdpijn. Hoofdpijn is wel top. Een mineshaft. Vet, dat hadden we dus precies nodig. Dus we hebben gelijk een... Oh, maar we hebben wel een perfecte plek. Dat is weer een soort van bedankje van Jop, je bent ziek. Hier, een bedankje. Awesome. Oké, vet. Dus dat is sowieso mooi, weet je. Dan kunnen we hier even gaan naar minen misschien. En ja, we kunnen sowieso niet rennen. Dus het is misschien beter om eerst even wat eten... Wow, ik hoor opeens een piepen hoor. What the fuck. Zullen we het hout meenemen of niet? Of zou ik dat gewoon even laten? Oh, dat is wel dom. Dat is dom. Oeh, er zit hier heel veel stuff. Awesome. Hoe ga ik dit doen? Even een trappetje maken, denk ik. Zo. Hop, hop. Hop, hop. Kijk, ja, dan kunnen we in elk geval makkelijk naar boven naar beneden. En dan dek ik dit even af. Oh nee, dit natuurlijk niet. Alleen dit wel even. Zodat ik hier niet meer naartoe ga. Want hier is namelijk dan niks. Oké, hier kunnen we naar beneden. Vet. Oeh, nice. Dit hebben we nodig voor een wol natuurlijk. Oh, ik ben zo verkouden. Vreselijk, vreselijk. Kan ik niks aan doen, maar het is vreselijk. Even kijken. De coördinaten zitten nu in de video. Dan weet ik in elk geval waar ik naartoe moet. Raak ik de weg kwijt. Dan kan ik dat offscreen weer fixen. En kool moeten we natuurlijk even meenemen. Want dat is altijd handig. Want we gingen namelijk deze episode omrijden. En dat gaan we dus ook echt doen. Oh, ik ben zo verkouden. Buh, vreselijk, vreselijk. Oké, even kijken. Hoeveel kool moet je meenemen? Gewoon zoveel mogelijk, denk ik. Ja, laten we gewoon altijd kool meenemen. Dan krijgen we experience van die dat we dat kunnen gaan gebruiken. Maar ja, het is toch iets, weet je. Het is toch iets. Zo. 2 kool. 2 string. Sorry, ik zat verkeerd. Als we nog even een mooie chest vinden met diamond erin, zou het in principe ook niet verkeerd zijn. Maar misschien een chest, want je hebt soms ook chesten met pumpkin seeds. Dat is ook wel nice. Je kunt een pumpkin pie maken. Nee, dat kan natuurlijk. We hebben melk vandaag, maar we hebben natuurlijk geen koeien. Dat is nog eens kut. Dat is nog eens kut. Even dit allemaal weghalen. Ik zoek eigenlijk iron als ik eerlijk moet zijn. Want ik wil namelijk een paar episodes later dit naar de Nether toe. En daar hebben we iron voor nodig natuurlijk. Dus dat is raar. Dus ik denk, hey Job, je hebt vanmiddag toch een video geüpload. Dan leek je helemaal niet ziek. Nee, inderdaad. Die video is een hele tijd geleden opgenomen. Dus dat is dus eigenlijk een video waarbij ik ook niet ziek was. Dus ja, dat is vrij simpel. Waardoor ik daar helemaal happy was. En nu ben ik ook happy. Maar op een andere manier. Op de ziekelijke manier. Nee, ook niet. Want dat zou heel erg raar zijn. Oké, mineshaft. We hebben echt fucking veel cold. Dat is wel nice. Dat is wel nice. En lekker veel torches is ook nice. Het kool ga ik voornamelijk gewoon gebruiken om misschien iets vets te doen met kool. Ik wil wel een vet logo maken. Als jullie denken, hey, Job, ik heb een heel vet Survival Island logo. Stuur hem even naar mijn mail, doemagame@gmail.com. Jullie kunnen er ook intro's voor doemagame en andere dingen naartoe sturen. Niet dat ik die ga gebruiken, maar ja, wie weet, hè, wie weet. Misschien vind ik hem wel zo goed dat ik hem ga gebruiken. Dat weet je nooit, weet je. Als ik het goed vind, dan vind ik het goed. En als ik het niet goed vind, dan vind ik het niet goed. Dat is natuurlijk heel erg vrij makkelijk. Maar ja, het is een beetje geluk hebben. Hier, iron, nice. Oké, op deze manier gaat het lekker snel. Bijna, we hebben al bijna genoeg. Kunnen we dat mooi gaan gebruiken. Iron, yay. Dat hebben we echt nodig. Oeh. Ik ga de episode wel gewoon lekker lang maken. Ik bedoel, Jonas zwak, weet je. Dat maakt niet uit of ik nou ziek ben of niet. Ik probeer toch een leuke episode voor jullie te maken. Oeh. Oeh, nice. Ik heb pinazoelie en brood. En, oh man, het seeds. Dat is zeker het mooiste wat ons ooit had kunnen overkomen. Dat is echt nice. En we hebben brood. Dat is ook nice. Dus ja, dat is mooi. Mooi meegenomen. En dit neem ik ook nog even mee. Hoppakee, waarom niet? En ja, dit ook, weet je. Het is toch altijd weer iets. Het is toch altijd weer iets. Oh, nice, kool. Ik zou bijna het kool vergeten. Kool neem ik ook even allemaal mee. Kool is namelijk nooit verkeerd. Wil je hem niet kunnen gaan enchanten? Ik heb tot nu toe nog helemaal niet gecheat. Oeh, dat is wel heel erg knap van mezelf. Dat is heel erg knap van mezelf. Het kan wel zijn dat ik de volgende episode even helemaal naar mijn huis toe moet lopen. Dat is wel kut. Maar ja, dat doen we dan de volgende episode maar. Schrijf ik altijd even de coördinaten op. Want ik heb namelijk de coördinaten in de video staan. Die typ ik al even over in WordPad. Dan moeten we de volgende episode weer terug naar ons huis toe. Of we gaan deze episode nog terug naar ons huis. Ik weet niet of dat gaat lukken. Ik hoop het wel. Ik heb echt zo erg geluk met mijn cijfer. Ik heb namelijk een 9,5 voor Frans gehad en een 6,1 voor wiskunde. Wauw, Job. Je bent lekker bezig, Job. Ik weet het. Ik praat in de derde persoon. Ik weet het. Geen probleem. Oké, hoeveel iron hebben we nu? Oké, genoeg voor armor. Ik denk wel genoeg voor armor. We hebben alleen maar armor nodig. De andere dingen hebben we namelijk al. Oké, dat is genoeg voor armor. Tenminste, een beetje armor. Niet full armor, wel een beetje. En zo enorm voor kool. En iron. Dat is ook nice. Iron en kool zijn namelijk de dingen die we echt nodig hebben.
het moment. Dus ja, dat is awesome. Laten we dat maar gewoon even lekker meenemen. En er komt nog een vlogvideo over iets wat heel erg vet gaat worden op Doema Game. Jullie gaan het echt allemaal heel erg awesome vinden. Ik denk dat jullie het echt... Het wordt echt geschiedenis in het Doema Game. Maar dan ga ik even... Dat wordt echt Doema Game geschiedenis. Maar ik ga het nu even niet over hebben. Maar dan wil ik het liever over hebben als ik weer beter ben. Want anders is het zo jammer. Dan kan ik weer een beetje hyperactief zijn. En dat ben ik nu niet. Want ik ben namelijk ziek. En dat is vervelend. Maar ja. Vervelend. Hup, hup. Oh, hey, laat me er even op. Iron. Of Cole, sorry. Ik zie het verschil tussen Iron en Cole niet meer. Ik ben dus wel heel erg ziek. Oké. Okay. Ja, hoeveel hebben we alweer? Oh, 4. Nice. Nog 4 van die dingen. We kunnen alweer... Wat kunnen we ook weer maken? Ik ben alweer vergeten. Wat kunnen we dan maken als we 4 hebben? Dan kunnen we maken... bed, sorry. Kijk, ik kom mijn woorden niet eens uit. Ik weet niet eens wat ik zou willen maken. What the fuck? Hier kunnen we natuurlijk ook die end vinden. Dat is wel heel erg vet als we die vinden trouwens. Die end. Dat zou echt awesome zijn. Het idee dat we dan gewoon naar die end kunnen. Moeten we natuurlijk wel eerst even Eyes of Ender hebben. Of we moeten hem gewoon zo los vinden. Dan hoeven we dat niet te hebben. Huh. Waar we nemen we eigenlijk... Ja, die wheels kunnen we goed gebruiken. Daar kunnen we uiteindelijk ook wel wat leuks mee doen. Kunnen we misschien wel een achtbaan maken. Doe maar een achtbaan op het eiland. Dat is wel vet. Een hele achtbaan die het heel het eiland doorgaat. Moet alleen nog even een keer proberen een slime spawner te maken. Die hebben we namelijk ook nodig. Voor de mensen die denken, joh, waarom? Ja, dan kunnen we sticky pistons maken. Dat is ook handig. Hoeveel hebben we er? 4. Awesome. Klaar, we hebben weer genoeg voor een bed. Vet. En we hebben voor de rest ook nog even dit mee. Dan kunnen we gaan vissen voor eten. Want we hebben natuurlijk ook eten nodig. En daarvoor moet je gaan vissen. Dat is awesome. We zitten in een nieuwe update. Ik geloof niet dat je nog nieuwe vis kan vangen. Weet ik niet zeker, maar ik geloof het niet. Het is pas in 1.7 geloof ik. Had ik namelijk gezien in een snapshot van Jordi. Van iJordi, die ik er fucking voor kijk. Zou wel vet vinden om in iMine te komen. Hoeveel abonnees moet je daarvoor hebben? 800 toch? Ik heb 8000, dus ja. Misschien zou het wel mogen. Zou wel vet zijn. Ik zou het wel leuk vinden, weet je. Jordi vind ik echt een tof. Lijkt me een toffe gozer, dus ja. Ik weet het natuurlijk niet zeker, want ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk. Maar ja, ik zou hem wel willen kennen natuurlijk. Dat lijkt me wel vet. En dan niet op de homofiele manier, maar gewoon op de normale manier. Gewoon als vrienden, weet je. Oké. Laat ik hier maar even de torch neerzetten. Dan weet ik in ieder geval dat ik hier al ben geweest. Hop. Awesome. Dit neem ik even mee. Zo, awesome. Hebben we nog een chest hier ergens? Zou wel fijn zijn, maar dan kunnen we natuurlijk altijd leuke dingen in vinden. Zoals bijvoorbeeld seeds. Die we hard nodig hadden en die we nu eindelijk hebben. Oké, even kijken. Eigenlijk zat ik er niet echt op te... De aars, zeg maar. Maar ja, het is wel vet dat we ze nu hebben, weet je. We gaan telkens dieper en ik vind uiteindelijk nooit meer de weg terug. Maar dat boeit niet. Oh nee, hier zijn we al geweest. Vet. Dat is mooi. Dat is een voordeel. Dan weet ik nou ook van dat ik hier niet verkeerd zit. Oké, hier zijn we nog niet geweest. Vet. Ik ben blij dat we hier nog niet zijn geweest. Want dan weet ik dat hier nieuwe dingen te vinden zijn. Wat is hier te vinden? Oh, nice. Eerst hebben we dit echt hakken. Want ik wil namelijk het leukste voor het eind bewaren. Dat is namelijk dat. Oké, dit mee zo. Heel veel mensen die cheaten dat het Survivor Island voor dieren. Maar ik bedoel, als je Survivor Island doet, dan... Ja, dan is er gewoon een kans als je geen dieren hebt. Daarom moet je eigenlijk gewoon eerst naar het land voor dieren. Kijk, Iron. En nog meer Manet Seeds. En een horsearmer waar we niks aan hebben. Dus ja, dat is wel kut. Maar ja, boeien. Ik bedoel, het is beter als iets. Nee, beter als niets bedoel ik. Zo, dat is het. Hebben we al meer een stack? Ja, we hebben al bijna 2 stacks, joh. Dat is awesome. Bijna 1,5 stack bedoel ik. Geen 2. En ja, dan kunnen we dat misschien gaan gebruiken voor, weet ik veel. Misschien kunnen we daar een hele grote furnace room gaan maken. Wat ik eigenlijk altijd doe in mijn Minecraft. Dat vind ik wel leuk. Altijd een hele grote furnace kamer. Vind ik altijd grappig. Laten we in de comments weten wat jullie echt, wat jullie zeg maar, jullie ding is wat jullie echt in Minecraft altijd heel erg overdreven doen. Mijn is furnaces, dat doe ik echt altijd heel erg overdreven. Ik had de meeste, oh, ik moet weer niezen. Oh, kom op, joh, niet niezen. Vind ik echt heel erg vervelend als je dat doet. Oh, ik krijg daar niet mogen sorteren. Ik moet echt niezen. Maar ik heb geen zin in. Oh. Zo. Daar hebben we al dat kool mee. Kool is namelijk heel erg handig. Kunnen we hem goed gaan gebruiken. Hoppakee. Oké, we zijn allemaal level 20. Het gaat enorm snel. Jammer genoeg kunnen we dat niet gaan gebruiken. Tenzij we een enchanting moeten kunnen maken. Tenzij de koeien te vinden zijn op dit eiland. Maar ja, sugarcane is er ook niet. Dus ja. We houden het al snel op. En ik mag het niet spannen, want het is 100% legit. En ik ga het ook niet spannen. Hoe graag jullie het ook zouden willen. Het is namelijk 100% legit. En ik wil het ook 100% legit houden. Lijkt me wel leuk. Een serie die gewoon echt 100% legit is. Oké, we hebben nu al stack. Awesome. We hebben nu gewoon al 2 stacks hebben we erbij. Awesome. Dat is echt veel, weet je. Dat kunnen we goed gebruiken. Dus dan kunnen we wel een keer... We kunnen wel heel veel automatically dingen maken. Want we hebben heel... Ja, we hebben nu maar 8 whetstone natuurlijk. Maar uiteindelijk kunnen we er wel meer hebben. Dat is wel leuk. Kunnen we zin ook allemaal automatically een shizzle maken. Dat is wel weer het voordeel. Ik bedoel, whetstone is wel te vinden. En ja, slime die kun je laten spannen. Dat kun je met opzet doen, zeg maar. Oké, even kijken. Ik neem dit voor de zekerheid mee. Dan kunnen we misschien iets meer bedden maken. Maar nee, ik ga het volgende nu even gebruiken. Of die strings, die hebben we dan nodig. Wat moeten we nu naartoe? Oh, hier is nog meer. Yeah. Kijk, nu hebben we lekker veel. Dan kunnen we vissen voor gaan maken de volgende episode. Kunnen we gaan vissen. Dat is leuk. Ik ga deze episode nog even de mineshaft een beetje onderzoeken. Wat is hier? Holy shit. Oké, ik ga het hier afsluiten. Want hier wil ik de volgende episode even lekker verder gaan met onderzoeken. Mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Ik was ziek, dus ik hoop dat jullie het waarderen. Lekker veel likes achterlaten. Dat motiveert mij namelijk heel erg om toch video's te maken. Ook ben ziek. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later. Nou.